Dit wordt het Lease Liefje van de komende jaren. Dat kan niet anders. Toch fascinerend, hè? En dan bedoel ik niet hoe dat Gardameer hier tussen de bergen gedrapeerd ligt, maar hoe Volvo zich heeft ontwikkeld van uiterst conservatieve autofabrikant tot een autofabrikant die heel snel en sterk reageert op de huidige trends. Want ja, pak de middenklasse, het C-segment, auto's daarin die worden alsmaar efficiënter, maar ook alsmaar dynamischer. En deze Volvo V40 die sluit daar exact op aan. Volvo is natuurlijk het merk van de vijf cilinders en ondanks die zoektocht naar efficiëntie, naar duurzaamheid, zitten ze er nog steeds in. De populairste V40 wordt natuurlijk niet de variant met de vijf cilinder, maar dat wordt deze D2. Kost namelijk 26.000 euro en dat is dan overigens precies evenveel als de instap benzineversie. Maar deze D2, de diesel, die is zo zuinig, 94 gram CO2 stoot hij uit, dat die wegenbelasting vrijgesteld is tot 2014 en dat als je hem zakelijk rijdt 20% bijgeteld is. En Volvo is natuurlijk het merk van de zakelijke rijders, hè? Dus dit wordt het lease liefje van de komende jaren. Dat kan niet anders. Ja, en dan stap je in zo'n auto en dan denk je 115 pk. Dat zal allemaal wel niet echt vooruit willen. Nou, het is geen snelheidswonder, maar het voldoet absoluut. Het is echt niet ondergemotoriseerd. Ja goed, en wil je dan meer, dan heb je meer financiële armslag, dan moet je voor zo'n D3 of voor zo'n D4 gaan. Maar al die Nederlanders die zakelijk deze D2 gaan rijden, die zullen dat met alle tevredenheid gaan doen als het gaat om snelheidspotentieel. Ze beginnen een beetje in herhaling te vallen bij Volvo, want tijdens de lancering van de S60... zouden we gaan rijden in de sportiefste Volvo ooit. Nou, die auto is fijn, maar allerminst sportief. En nu roepen ze bij deze V40, ja, het is de sportiefste Volvo ooit. En ik kan er een beetje in meegaan. Hij voelt, ja, redelijk dynamisch aan. Dat zit hem dan niet in de besturing, want hij heeft een elektrische stuurbekrachtiging. Voor het eerst in een Volvo. Ja, er zit wel wat gewicht in. Hij stuurt niet heel licht. Dat is eigenlijk niet fijn. Maar ja, er zit geen enkele vorm van informatiestroom in. Dus nee, die dynamiek die vind je niet in de besturing, maar die vind je wel in het platform, of in het onderstel eigenlijk. Het is geen heel harde auto, niet heel hard gedempt, maar hij voelt wel robuust aan, stijf. En dat zit hem dan weer in de dempers, want het is een beetje een technisch verhaaltje, maar voor degenen die een hekel aan techniek hebben, blijf even hangen, het wordt leuker. Die dempers die hebben een stangetje en die stang die is normaal 22 mm, maar ze hebben hem dikker gemaakt, hij is 25 mm en hij vormt onderdeel van de veerpoot. En die veerpoot is daardoor stijver en daardoor voelt deze Volvo gewoon lekker robuust aan. En een ander onderdeel waardoor dat komt is de stuurkolom. Die stuurkolom die is belangrijk, hè? Die vormt echt een soort van ruggengraat in de auto. En die stuurkolom die komt uit de S60. En dan is het in totaliteit geen BMW 1-serie qua dynamiek. Maar wel de sportiefste Volvo ooit. En dat zegt dan, denk ik, vooral heel veel over alle voorgaande Volvo's. Dat Volvo al lang niet meer dat conservatieve merk is, dat bewijzen de Zweden met een aantal nuttige foefjes. Neem nou die motorkap. Daaronder zit een airbag. Als je met je Volvo tegen een voetganger aanrijdt, dan slaat die voetganger over de motorkap heen. Maar die motorkap die springt los. De scharnieren daar, die normaal gefixeerd zijn, die laten los. Waardoor de motorkap in deze hoek komt te staan. Dat scheelt al, want dan land je als voetganger deels dus op die absorberende motorkap. Maar vervolgens komt er ook nog een airbag daar los. Die komt vrij. Die ontvouwt zich over het voorraam. Dus je landt relatief zacht. Dus mocht je nou van plan zijn om ooit een keer onder een auto te komen, kies dan deze V40 uit. De binnenspiegel die zou ontworpen kunnen zijn door Apple. Die is helemaal van glas. En er zit dus niet die dikke plastic rand omheen. Zoals ja, eigenlijk al tientallen jaren door alle autofabrikanten wordt gebruikt. En die extra rand die ontneemt alleen maar je zicht. En dan nog zo'n simpele, maar doeltreffende vondst. De voor- en achteraanverwarming die schakelt zich vanzelf in als het kouder is dan 9 graden. Nou, en als het dan echt koud wordt en je moet je voorraam krabben, je kent het wel, hè? En dan na gebruik gooi je die krabber in dat vak in de deur en dan is alles nat en vies. Nou, hebben ze bij de V40 bedacht, als je nou een gleufje in dat vak van die deur maakt, dan steek je daar je krabber in. Het vocht loopt via een gangetje naar beneden en dat verdwijnt dan onder de deur.
erg ambitieus zijn ze bij Volvo niet, want ze denken 1750 V40's op jaarbasis te verkopen. Nou, ik vind het een overtuigende auto. En vooral die 20% versie waarin we nu zitten, ja, dat wordt natuurlijk uitdelen in de zakelijke markt. Is het dan een perfecte auto? Nou, dat zeker niet. Achterin biedt hij namelijk niet heel veel ruimte. Maar goed, de concurrentie biedt ook niet heel veel ruimte daar. Het onderstel is heel goed. Echt heel goed. Het kan heel veel. Het is enigszins comfortabel, maar voldoende dynamisch. Het is alleen jammer dat het veel lawaai maakt. Als je over slecht wegrijdt, dan hoor je, dan bonkt het een beetje. Je hoort vrij veel rolgeluid. Dat had eigenlijk beter moeten zijn. Maar goed, moet de concurrentie zich zorgen gaan maken? Moet BMW met de 1-serie, Mercedes met het toekomstige A en Audi met de A3 zich zorgen gaan maken? Ik denk het wel. Dus we moeten absoluut rekening gaan houden dat deze V40 heel veel verkopen gaat weghalen.